Het bekende verhaal van de man met de hamer tegengekomen in een looptraining, maar met name natuurlijk in de marathon. Dat komt natuurlijk omdat mensen gewoon te hard van start gaan. Eventueel zichzelf niet goed verzorgd hebben en ook de rust-arbeidverhoudingen niet kloppen. Over het algemeen, mensen die niet weten op welk niveau ze een marathon moeten lopen, lopen eigenlijk in de buurt van een omslagpunt. Ze weten dat ze niet te veel moeten hijgen en gaan daar dan net onder zitten. Maar dat is meestal te dicht bij het omslagpunt. En als je goed kijkt, dan zie je dat mensen in de buurt van de 2 uur eigenlijk de man met de hamer. Ze zeggen altijd dus op 35. Nou, dat weet ik niet. Het is in de buurt van de 2 uur over het algemeen. Maar het maakt op zich niet uit. De man met de hamer, waar je hem ook krijgt. Je krijgt hem zeker niet in de eerste 10 kilometer. Dat zou te gek zijn. Maar het is gewoon het op zijn van de voorraden. Je gaat natuurlijk ook nog op een andere manier kapot. Want het is wel die ene dag. Die 42 kilometer en 195 meter. Alles gaat wel pijn doen. Maar dat is niet zo erg als dat je gewoon je voorraden op hebt. En dan kan je een klein stukje wandelen en wat snel beschikbare suikers tot je nemen. Maar dat werkt dus niet. Dat werkt maar heel even. Dus het geheim is gewoon dat je op een of andere manier weet te achterhalen. En ik heb het zo vaak gedaan en zoveel over gelezen dat ik ongeveer redelijk nauwkeurig de hartslag voor onderweg kan uitrekenen op basis van prestatie en omslagpunt. En het gewicht speelt natuurlijk ook een rol. Volgens mij hebben we bijna alles gehad, man. Mm-hmm. Ja, toch? Ja. Wat zijn de 3 grootste uitdagingen waar mensen die voor de marathon trainen tegenaan gaan lopen? 3? Ja, of een x-aantal. Maar uit jouw ervaring, wat zijn de grootste uitdagingen waar mensen die beginnen met trainen voor de marathon? Ja, dus je hebt 200 mensen pakweg. Wat waren de dingen die je van hun gehoord hebt? Zo van, nou, dit vind ik echt lastig. Of zijn er geen lastige dingen? Nee, sorry. Hey? Nee. Okay. Nou ja, maar dat heb ik natuurlijk al genoemd, dat ze niet kunnen geloven dat je met zo weinig training, hè, dat je niet met je vriendje die bij een andere trainer of coach die in 35 moet lopen, dat je durft dat niet te doen. Dat is eigenlijk het moeilijkste, dat je moet inhouden, dat je niet die marathon zelf een keer moet lopen voordat je de wedstrijd loopt. Dat is eigenlijk de enige grootste uitdaging, dat het rustig aan moet en dat je niet die lange afstanden moet. En hoe krijgen die mensen dan toch het vertrouwen dat ze inderdaad het kunnen? Of is het gewoon een kwestie van mag gaan? En ze krijgen het vertrouwen omdat ze zien dat ze steeds bij diezelfde hartslag, zoals in mijn geval 156, en je begint krakkemikkig dan 7 kilometer per uur te lopen in februari. En dat je op een gegeven moment in april dat je bijna 10 per uur loopt met die hartslag. En dat is het vertrouwen wat ze krijgen. Ja, misschien kan je ook iets vertellen over het gevoel in je lichaam wat je hebt op het moment dat je in duur 2 zit. Als ik in duur 2 zit, heb ik het gevoel van, nou, er is een diesel aangegaan en die gaat maar door en die kan wat mij betreft ook uren doorgaan. Ja, en op een gegeven moment heb je het idee dat je dus inderdaad die uren door kan gaan en dan moet je natuurlijk dat eigenlijk niet doen. Maar dat gevoel, je krijgt eigenlijk vrij snel al het gevoel van, jeetje, ik kan zoveel lopen en ik ben zo sterk. Het grappige is dat uit zich ook in allerlei andere dingen, dat je meer zelfvertrouwen hebt. Ook in je werk, ook in beslissingen die je neemt. Je merkt eigenlijk zelf dat je veel zelfverzekerder wordt als je lichaam in vorm komt. En dat zelfverzekerdheid, ja, dan denk je ook van ja, deze training werkt gewoon. Mooi. Ik sta even uit.